10 september 1960. Een zonnige nazomerse zaterdag. Een filmploeg is een oers neergestreken om in beeld, maar zonder geluid, een schets van het dorp te geven. De verenigingen presenteren zich. De fanfare voorop, nog in uniform geen tambourmètre, en met drie rijkers nodig. Voor op de drumband, achter het drapeau het bestuur en directeur van de kerkhof, en dan het blanche en koper. Als tweede de rijdansgroep. Witte bloesjes en groen rokken, zoals je ziet. Kijk die ermkes maar eens mooi zwaaien. En allemaal tegelijk. Dan de jonge boerenstand, met Toon de Zwarte als de deugd in het midden. Bio, de korfbalclub, komt er pal achter. Die lopen allemaal op zijn eigen manier. Maar die zijn dan ook gewend om wat meer door elkaar te lopen. De lolligste achterin. Is het nou Annie of Ricky? Voor ons niet te zien. Maar ook vader Chef had er moeite mee. Hij noemde ze allebei hetzelfde. Annie Ricky. Dan wist hij zeker dat je het goed had. Als voorleste de VKAJ. Ook een organisatie die we nou niet meer kennen. De redde de guld. Wel een klein guld te middag. Henk Horsenberg met de vlag voorop. Door achter Piet Willems. Martien van Belo, Driek Arts, Jan de Kers en koning Frans Kelders. Zij sluiten de rij. En dan nog petticoats erachter. We beginnen onze rondtocht ter oers in de Paleisstraat. Frankie Arts, later taxichauffeur. Op de scherpe nering wordt er al zijn best geschoefeld. Ja, volgende week is het oers kermis. Ik zou de hek ook maar even vatten. Tine Schippers, blij dat hij even bij zijn zusters, de dame Schippers, weg is. Aan de Scherpenering waren vroeger veel agrarische bedrijvigheid. Dat was gedaan toen het vliegveld ging uitbreien. De koeien zijn zo'n belangstelling niet gewend. De Clara 4 en de Bertha 3 willen ook wel op de film. Nou, de rest heeft het ook in de gaten. Bij de oogst werden de handen ingeslaan. Buurtschappen hielpen elkaar, zoals hier bij Van Dorre. En bij Lux. En wie niet meehelpt, kan ook altijd zeggen hoe het moet. Adviseurs hebben immers ook nodig. Hier hoefde niet te vragen van wie er daar zijn. Dat zijn de kinderen van Piet en Dora Lux. Wat de grote doen, dat moet Toon ook kunnen. Zo komen we bij de Oude Uil, het huis van Verloenhout, terecht. Moederke van Loenhout vertrouwt maar niks. Wat zijn dat toch voor arge mensen? Daar zijn er geen van hier. Tinus brengt zijn gierton naar huis. Hoor je zelf het materiaal niet voor het, daar huur de loonwerkers voor in. Al kun je hier niet zeggen dat ze voor het loon hard werken. Jongens droegen in die een tijd ook schortjes. Mouwschortjes om precies te zijn. De kleren bleven wel zuiver. In het heksenkot op de weg naar Wentersel woonde de familie Hermsen.
We gaan op het hoge eind op aan. Zo te zien zijn we er welkom. Dina van Pietje Schoen komt net thuis. Marie Hendricks, gekomen van de half mil naar het Hogenend, omdat ze met Janus Renders trouwde. Echte Rendersmannetjes. Hoe is Tienes? Uw broek zal zo wel blijven hangen met die galgen. Bed Fan. Alhoewel ze nader een trouw Bed Hospel hieten met hun en Benny. En daar had ik Rutjes ook. Maria Hospel is het doelwit van de filmers. Alle verzetsels worden in beeld gebracht. In de kraag, over de draad, aan de draad. Over de plaats, neffen het huis, door de wei, langs de hennekooi. Achter de kiepen en toch nog de klos. Of wilde ze eigenlijk niet liever? Moeder Bed met alle rassen hond. In de keuken had ze er aan elke tafelpoort in een liggen. Bij Bette had ze het goed. Die bepaalt een hondenleven. Marietje van de Sangen gaat de kiepen voeren. Ze vertrouwen toch niet zo krek.